Oké, zitten we dus net in de film en ik voel die oorbel losgaan. Goedemorgen, het is donderdag en ik ben Sarah's tas aan het klaarmaken. Sarah is nog aan het ontbijten, Mila is ook al gezellig hier. En we gaan zo, zoals altijd, naar school. Sarah, wat ben jij stiekem aan het doen? Doe jij dat eens niet? Doe jij dat eens niet? Kijk, Sarah zit nog lekker te eten. En Mila is er ook. Nou, oh, jouw hoesje is nog steeds niet over, hè? Ik vind het zo sneu. Ik kom net thuis, ik heb mijn boodschappen uitgepakt. Ik blijf altijd weer terug, want ik vergeet dingen. En mijn vlog aangezet en er wordt aangebeld. En ik heb een pakketje en daar ben ik heel blij mee. Want met de inbraak zijn eigenlijk bijna al mijn sieraden weggehaald. En ik heb deze oorbellen nog, die kleine ronde. Deze. Maar eigenlijk allemaal gewone dagelijkse sieraden, die zijn sowieso allemaal weg. En ik heb nog wel iets van oorbellen, maar echt 3 paar of zo. Maar dat zijn echt, ja, gewoon te zwaar en groot voor gewoon door de week. Dus ik heb oorbelletjes besteld bij Korf. Dan zitten die goed ingepakt. En ik heb zo helemaal vastgepakt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ze eigenlijk even snel besteld. Ik vond ze wel leuk. Ik had ze al een keer gezien. Ik ga niet heel veel kopen nu, maar gewoon een normaal paardje oorbellen wil ik wel echt hebben. Want ik vind het gewoon stom dat ik nu een gaatje heb wat leeg is waar ik eigenlijk niks in kan doen. Dus ik heb deze, Anna en Nina. Anna plus Nina. Daar heb ik wel meer oorbelletjes van. Nou, wat is het nou? Het doosje wil gewoon niet open. Sorry. En, oké. Eén zit los, één zit in een plasticje en één zit aan een kaartje, heel apart. Ik heb, even kijken om het goed te draaien. Het touwtje zit er nog aan. Deze oorbelletjes besteld. Even een mooi scherp krijg. Niet echt. Gewoon een simpel oorbelletje met al die kleine ringetjes eraan. Ik vind ze wel heel leuk, inderdaad. Gewoon zilveren oorbelletjes. Verder gewoon simpel. Nou. Zitten echt mega goed vast. Ik ga ze even los zien te krijgen. En dan gelijk in doen. Dan heb ik weer gewoon normaal oorbellen in mijn oor. Nou, dit is ook weer een grote veel. Ik vind ze hartstikke leuk. En ook wat ik zocht. En ik krijg ze elke keer in mijn oor. Maar ik krijg ze gewoon niet dicht. En ze moeten ook echt dicht zitten, want anders vallen al die ringetjes eraf. Dus ik ben heel de tijd bezig geweest, maar ik krijg ze gewoon niet dichtgeklikt. Hoe dan? Jee, in de regen naar school. Echt, mijn hobby. Ik heb wel mijn paraplu en ik heb voor Sarah ook een paraplu. En ik ga daar echt niet leuk vinden dat ze door de regen moet lopen, want die houdt er net zoveel van als ik. Ik vind het ook echt heel koud, dus ik heb nog even een trui van Marco snel gepakt net. Over mijn eigen trui heen aangetrokken en mijn jas. Het is een hele mooie combi. Maar ik besloot dat, denk ik, 20 seconden voordat ik de deur uitging. Dus ik heb het echt heel snel gedaan. En ik ben mezelf al dankbaar over. Echt. Maar goed, dadelijk lekker binnen. Ik hoef alleen vanavond de deur uit. Dat voel ik vanmiddag niet. Want het is voor heel de middag de regen opgegeven. Er zijn ook mensen die houden echt van de herfst. En op zich vind ik de herfst wel leuk als het maar droog is. Dus dat geldt ook voor de wind. Nou, zij is ook uit school. Door de regen weer naar huis. Ik zie alleen maar paraplu. Ik heb hier heel veel last. Oh jeetje, nou gaan we thuis even kijken. Heb je misschien even te snel gelopen? Dat heb je wel eens. Ik loop niet te snel. Nee, nou, dat is waar. Elke keer vaak je door wil lopen. Die paraplu is bijna in de camera. Ik zou even via deze kant lopen. Nou, aardig diepe grote plas. Met je kapluis is dat prima. Kom even aan de kant, deze kant. Want er komt een auto aan. Met een aanhaak. Blijf even langs de stoep, hoor. Ja, maar even langs de stoep. Met een stoep, dichter naar de stoep.
Het goed is een pakbak ding. Ja, een pakbak, maar dat is geen auto, die telden we toch niet? Maar daar is wel geen auto. Ja, heel goed gezien. Nou, we zijn thuis. We hebben de regen overleefd. Heel de onderkant van mijn broek is nat, maar goed. Ze gaat mij op met mijn oorbelletjes. Je had ze nog niet gezien. Vindt ze leuk? Ja. Nou, het is heel lastig, want met inhoeken. Maar ik maak hem even open. Doe ik hem door het hoek eruit. Want het lastige is dat die ringetjes, kijk, kunnen eraf. Dus, ik eens kijken of ik hem in mijn oor krijg. En ik heb hier twee gaatjes. Eentje is ooit te laag geprikt en doorgescheurd. Maar die groeit op de een of andere manier niet dicht. Laat die nog maar heel veel dicht, mop. Anders raak ik eigenlijk al die ringetjes kwijt. Nee, ik deed de ringetjes vast naar de andere kant. Oh, je deed hem niet openmaken. Nee. Nou, gaan we eens kijken. Leg hem maar even in het doosje aan, dan kan je bij deze kijken. Ik heb deze al in mijn oor. Maar moet wel je handje leeg zijn. Kijk, en dan moet het natuurlijk erin. Het dingetje moet in de oorbel zitten. Ja. En dan zonder dat die ringetjes afvallen. En dan heel voorzichtig dat je niet aan mijn gaatje trekt. Kijk of jij het ook... Kijk uit dat je niet mijn oor uit het gaatje trekt. Moet ik iets verder voor je draaien? Kan je nog iets weten waar je in gaat? Nee, hij zit nog vast. Hij gaat bijna los. Dan gaat het niet, hè? Nee. Het is echt geliefd te doen. Lukt het jou ook niet? Ah, dit slaat echt nergens op. Echt one big fail. Waarom ze dit dan zo gemaakt hebben? Nou, ik denk dat ik aan de andere kant zo even moet. Oh, kom je even aan deze kant staan. Wacht maar. Houd mijn hand eronder. Ik kijk uit dat je mijn gaatje niet uittrekt. Voorzichtig, help niet aantrekken natuurlijk. Het gaat echt heel moeilijk, hè? Ja, maar ik probeer het. Ik had hem er net bijna. Oh, zat hij? Je moet echt uitkijken dat je mijn oor wel niet uitdrukt, hè? Dan is mijn oor... Au. Oeh, ja, een ringetje, pak hem maar. Zie je hem? Ik voelde hem hier ergens. Nee. Oeh, doe hem maar uit, de oor wel. Ja, ga ik voorzichtig doen, maar ik voelde wel een ringetje bij mijn nek. Zie je hem toevallig? Zit hij nou vast? Lijkt hij vast. Je hebt hem er wel in. Of niet? Oh nee, hij zit ernaast. Echt? Dit is de oorbel challenge. Toch? Ja. En dan krijg ik hem er niet uit. Laat mij eens. Laat mij maar, mama. Heel even, schat, want ik snap nou echt. Mama, ik weet waarom. Ja? Nee, laat maar, ik probeer nog. Shit. Ja, maar dat ringetje moet eerst op, hoor. Au. Stop. Dan scheur je mijn oor. Zij had nog cadeaubonnen van haar verjaardag over. En we waren natuurlijk, voordat we op vakantie gingen, elke keer al wat aan bestemmen. Kijk, ze had er nog best wel een paar. Maar ja, toen kwam die inbraak, dus zijn we niet verder gegaan. Dus deze bonnen hebben we nu net opgemaakt. En het stomme is, ze had twee dingen. Een babyborn luiertas en een kinderencyclopedie. En die luiertas komt morgen. En het is vandaag 7 november, toch? Ja. En de kinderencyclopedie wordt verwacht, weet je nog wanneer? 8 januari. 8 januari volgend jaar. Nee. 2 maanden. Maar oké. Dus ik vroeg aan Sarah, moet ik hem annuleren? Maar die zei al nee, hoor. En het is eigenlijk best wel leuk, want dan ga je het weer een beetje vergeten. En dan komt hij opeens. Oh, dat hoesje van jou, het moet echt overgaan. Maar de dokter had toch gezegd dat het een paar weken kon duren. Papa. Dus maar echt 2 maanden en een dag. Hoe dan? Het is echt vandaag een hoe dan dag. Ik krijg mijn oorbellen gewoon niet dicht, dat ik echt denk hoe dan? Papa. Bestel je iets voor Sarah, duurt het 2 maanden. Hoe dan? Papa. Ik heb weer een baby. Hoe dan? Was zo leuk net. Ik was bezig in huis.
En ik denk echt, ik moet Saraya even bellen, want die heb ik zo'n tijd niet gesproken. We hebben elkaar wel met de kinderen verjaardag gezien. Want haar dochter is op dezelfde dag geboren als Sarah. Letterlijk dezelfde dag, hetzelfde jaar. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook allemaal visite, dus je spreekt elkaar wel, maar tegelijkertijd ook niet echt heel, heel erg. En ik was bij de was bezig, Sarah komt even wat aannemen en die loopt naar beneden en mijn telefoon gaat en Saraya belt. En die stond dus voor de deur. Nou, dat was wel even heel gezellig. En ik moet eten opzetten. Dat had ik gelukkig vanochtend al klaargezet. Vind ik altijd mega fijn als het al klaar staat. Dus even koken. Marco komt zo ook thuis en ik ga natuurlijk daar weg. Dus ik wil wel op tijd klaar zijn. Nou, ik ga mijn oorbellen weer proberen. Dit keer mag Marco proberen. Heb je hem open gedaan of niet? Ja. Ik kan zelf niet. Ik krijg hem alleen gesloten. Sorry, ik krijg het ook niet in die top bij mijn gaatje uit mijn oor. Dacht ik, nou, dat vind ik ook niet. Kijk. Dan krijg ik hem er niet in. Hou mijn hand, want die ringetjes kunnen er dus afvallen als je het niet goed doet. Maar open. Het slaat echt helemaal nergens op. Ze was echt lang bezig geweest, dood. Maar uitkijken, ik heb mijn gaatje bijna. Heb je? Ja. Yes. Nou, nog één. Leuk me uit, hierna. En ze gaan moeilijk, hè? Mm-hmm. Nou, het lukt me echt niet. Ik ben in 3 kwartier bezig geweest. Ze was nog halve bezig geweest. Ik heb ze in. Ik vind het wel leuk. En nu kan ik ze dus nooit meer uitdoen, denk ik. Want ik weet niet eens of ik dat zelf voor elkaar krijg. Maar helemaal blij dat het in mijn oor zit. Echt. Helemaal gelukkig ermee. Ze maken ook heel schattig geluidje aan die ringetjes. Zo, Marco is de deur al uit. Ik heb me weer normaal aangekleed. Mijn vader is hier elk moment, die past op. En dan ga ik naar de bios. Ik ga met mijn moeder en mijn broertje. En ik ga naar Gemini Man. Een film die vrij slechte recensie kreeg, maar ik heb voorstukjes gezien en dat zag er waanzinnig goed uit. Film met Will Smith. Nou, volgens mij is elke film met Will Smith ooit wel goed. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik heb er ook echt heel erg zin in. Dus even mijn laatste spullen pakken. Ik heb net nog een video geëdit, die heb ik net aangezet. Die staat te renderen. Dan is die klaar als ik terugkom en kan die gelijk online. Moet ik nog iets pakken? Ja, ik ga maar even snel verder klaarmaken. Oké. Zitten we dus net in de film. En ik voel die oorbel losgaan. Dus ik heb zeker een half uur mijn oorbel zitten vasthouden. Bleek dus dat Marco ze er niet in, maar erachter had gedaan. Echt heel vervelend. Mijn broertje heeft ze uit mijn oor gekregen. Dus eindstand, weer geen oorbel in mijn oor. Echt, ik ben helemaal gek vandaag. Oké, weer thuis. Ik zet ondertussen gelijk even de vlog online. Maar ik vond het echt een hele... Nou, een hele goede film. Ik vond het gewoon een goede film. Waarvan ik echt niet snap waarom die film in godsnaam geflopt is. Hij was niet top, maar hij was absoluut niet flop. Dus echt, nou ja, gewoon vaag, maar goed. Mocht hij nog draaien, hij is zeker wel de moeite waard om te zien. En, ik ben weer oorbelloos. Ik vind het echt stom. Het is echt een fail dit. Echt, mijn broertje ging helpen in die bios. En die probeerde ze dicht te krijgen. En die lukte dus ook niet. En Marco zei dat het geluk was. Maar die had, je hebt natuurlijk zo'n ja, een ringetje. En dit scharniert. En dat kan je er dan inschuiven. Marco had hem er dus achter geschoven. En dan lijkt hij dicht. Maar dan is hij dus niet dicht. Dus hij zat er niet in. En ik voelde me opengaan. En ik denk, oh, daar liggen de 10 van die kleine ringetjes overal. Daar zat ik niet zo op te wachten. Ik wil gewoon oorbellen in kunnen. Echt, het slaat helemaal nergens op. Maar goed, ik sluit wel vast de vlog af. Want als die online staat, ga ik gelijk mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen.